1-1 gelijk tegen Oranje-Rood. Dit is de tweede minuut van de wedstrijd. Tessa Beetsma in balbezit. Gaat goed de cirkel binnen. Wordt weliswaar gehinderd. Maar kan die bal in het uiterste hoekje prikken. Over keepster van Goudhoever heen. En brengt zo HDM al heel snel op een 1-0 voorsprong. En dat is ook... Evenveel punten als HGC, maar minder zegens. En daardoor derde. Kort erop. Opnieuw een corner voor Rotterdam. En ditmaal is het wel Hertzberger. Nummer 3. We zijn dan 25 minuten bezig op de Roggewoning. Dat is zo mooi eens nog een keer. En dit is opnieuw Galema. Een hele mooie aanname en een lekker binnengeschoten ook hoor. Uitstekend gedaan door Galema. Natuurlijk volgend seizoen terugkeert naar Oranje-Rood. Dit is nog een hele fijne goal voor Den Bosch. Created so much space. You talked about Salas being busy, he will be. Well, the cross, and that's been turned in. It's a goal. Now, has that come off Cortez, or has that gone straight in? Is it Docquier who's getting the... Docquier celebrating. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Kans voor SJC op de 5-0. En die benut Pien Dieke uitstekend met de backhand. Zij passeert eerst keepster van Goudhoever. En dan met de backhand schiet zij die bal hoog in de touwen. Haar tweede van de middag. Zij brengt de stand op 5-0. Makkelijke overwinning dus voor SJC. That's ugly. He hasn't got the breaks either, is he? Oh, what a finish! Zavanobel who's picking out. It's Docquier again. What a finish. Well, he showed his skills in for the first goal. Well, that is an unbelievable finish from Docquier. Tegenwoordig. Hij paast de bal naar Casper van Dijk. Die ging op avontuur. En dan komt de bal uiteindelijk hier bij Florian Fuchs. En hij zorgt voor de 1-0. Met een beetje mazzel, maar knap afgerond door deze Duitser. Vorige week ook al trefzeker tegen Kampel. Hier Fuchs klopt van Leeuwen. Oh, what a bit of skills that is from Brils. Oh, take a bow, Thomas Brils. He's absolutely just woven his way through the Spanish defence and beaten Cortez on his right-hand side. That is a wonderful individual goal by Thomas Brils. And it makes it Spain nil. Rotterdam, die comfortabele voorsprong. Maar daar is Kampel met een uithaal. En wat voor eentje! Dirk de Vilder. Mooier kan je ze bijna niet maken. Zaterdag maakt hij ook nog een hele fraaie goal tegen Amsterdam. Van Freke Moes. Dan zijn we in de slotfase van de eerste helft aangekomen. En let u op het hoogtepunt van de wedstrijd. Freke Moes trekt naar de backhand en waanzinnig lekker tegen de touwen in de kruising. Een fantastisch doelpunt van deze aanvaller van Amsterdam. Die haar tweede dus al maakt deze middag. Omdat hij zo mooi is nog een keer. Ja, daar kan Sink helemaal niks aan doen.